Heb je liever een penis van 10 centimeter of een penis van 35 centimeter? Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Tiger Trio. Ja, we hebben weer een heerlijke man voor jullie in petto, want hij doet menig vrouwenhart sneller kloppen vanuit zijn drugslab, namelijk Bastiaan! Gezellig, kom erbij. Ik heb een heerlijk ontbijtje. Wacht even. Oh, lekker. Oh, ik hoop dat je trek hebt. Allemaal lekker fruit. Verse jus. Laten we maar gelijk beginnen. Wij willen heel graag weten. Wat is jouw meest opmerkelijke sekservaring? Kan heel gênant zijn. Ja, het is ook gelijk een blunder eigenlijk. Okay. Ik was in Cyprus, heb ik een half jaar stage gelopen. Want ik deed hotelschool en toen had ik een meisje. En toen stond de club een beetje te zoenen. En toen werden we heel geil. Toen dachten we gaan naar huis toe. En toen liepen we langs het strand. En toen gingen we, maar dan moest je naar beneden lopen. Dus toen hadden we seks op het strand. Maar wat ik dus niet wist, is het was al 5 uur 's ochtends, werd al licht. Er kwamen allemaal dronken Engelsen die kwamen aanlopen. En die zagen ons natuurlijk. Dus die gingen allemaal, hey, allemaal lopen schreeuwen. Oh, en toen stond ik naar beneden, waren we bezig. En toen dacht ik echt, oh kut. Ik dacht, nee, wat heb ik gedaan? Wij hebben onze kijkers op Instagram gevraagd of ze nog wat leuke, pikante vragen voor jou hadden. Nou, ik ben benieuwd. Oh, dit is wel een hele heftige vraag. Oh, Kelly Veldhuizen vraagt, wat zou je doen als je one night stand vertelt dat ze zwanger is? Ik wil eigenlijk nog geen kinderen, maar ik wil sowieso geen kinderen. Nee, het kost allemaal geld en zo en zoveel Nou, dat is nou niet echt een goede reden om geen kinderen te hebben. Jawel, joh, dan kan je toch lekker, ik heb zoiets van, als je dan later getrouwd bent, kan je zoveel leuke dingen doen. Kan je een boot kopen of zo, of je kan heel veel op vakantie. Liever een boot dan een boot. Ja, echt. Felicia.023 ja. Vraagt, hoe vaak per week heb jij seks? Oh, dat valt wel eens mee hoor. De laatste keer dat ik seks heb gehad is nu 1,5 week geleden. Jij doet alsof dat heel lang geleden is. Oh nee, ja, maar nee, maar ik heb niet. Oh, maar ik moet niet denken. Maar dat was heel raar. Er was een meisje, toen kwam ze, toen we een kwartiertje zaten te praten bij mij thuis. Toen hadden we seks. En na de seks bleef ze nog 1,5 uur, toen ging ze weg. En toen was ze weg en toen zat ik op de rand van bed. En toen dacht ik van, wat is hier nou allemaal gebeurd eigenlijk? Ja, dat je helemaal. Ja, ik was helemaal flabbergasted. Ik dacht van, wow. En dat was via Tinder trouwens. Oh god, ja. Maar het lijkt bijna alsof zij jou nu even gebruikt voor seks. Ja, dat even vond ik ook niet erg, want ik was even aan toe. Wij hebben ook wat leuke vragen voor jou. Maar, onthoud dit, aan het einde mag je ons een vraag stellen. Oh, ik heb wel een hele goede vraag. Oh, nu al? Ja, zeker. Oh. Qua drugs heb je natuurlijk zoveel geprobeerd. Ja. Heb je ook wel eens drugs gebruikt in bed? Nou, ik vind het wel chill als ik wiet heb gerookt om dan seks te hebben. Want meestal als je seks hebt, dan ga je soms er bovenop en dan heb je seks en is het klaar. Mm-hmm. Maar als je wiet op hebt, dan ben je best wel chill, best wel low. En dan begin je echt met voorspel en dan gaat het echt van A tot Z, zal ik maar zeggen. Want je komt ook niet heel snel klaar hoor als je wiet hebt gerookt. Nee? Kan je het lang volhouden? Ja, ik kan heel lang uitstellen. En ik heb een truc, misschien voor jullie thuis. Als ik snel kom, denk ik altijd aan bakstenen en dan kom ik niet mee. Waar knap je nou helemaal op af bij een meisje? Ik vind het echt niet gauw als een meisje geen ritme kan houden. Heel veel meisjes, als ze bovenop zitten, dan is kunnen echt niet heel de tijd hetzelfde ritme houden. Het is ook best wel zwaar, hè? Ja. Even, jongens. Ja, maar sommigen hebben het gewoon niet. En dan denk ik van ja, dan niet, weet je, laat dan maar. Dan doe ik het wel. Jij wil gewoon het liefst zelf. Ja, dat is zo. Ja, dat is, ja. En heb jij een onzekerheid in bed? Ik heb wel eens gehad bij een meisje die was zo mooi en toen kreeg ik hem niet omhoog. Toen duurde het wel even. En dan dacht ik wel even van ja, kut, sorry. Ga je dan praten tegen hem van kom op. Kom op nou, come on! Nee. Just do it! Gewoon, dan moet zij nog meer de best doen, een soort van. En dan vanzelf lukt wel gewoon even inkomen, een soort van. Ja. Ja. Over tot jouw lieftallige collega's, namelijk Emma. Ja. Gwen. Ja. En Geraldine. Oké, fuck, marry, kill. Sorry, Emma. Sorry. Ja, sorry, ja. Maar wat doe jij dit snel? Ja. Geraldine is gewoon echt, ja, vind ik super mooi. Ja. Dus dat zou ik wel een keer willen doen. En Gwen ken ik best wel goed ook. En een super lieve meid. En Emma, ja, ken ik ook goed. Maar Emma is best, ja, die is ook blond weer. Ja, Geraldine. Ja, Geraldine, oh, maar. Dit is toch van vroeger, weet je wel? Weet nog dat ik BNN keek en dat ik 15 was en ik dacht, oh, Geraldine. Een
te kinky vrouw of een zeester in bed? Een te kinky vrouw, ja? Sowieso. Ja, maar als ze dan gaat slaan en zo, dan word ik helemaal lijp straks. Te kinky. Ja, dat is ook weer zoiets. Dan ben je ook nog met blauwe plekken. Ja, doe maar dan maar te kinky, want dan blijft het nog spannend. Ik bedoel, als een zeester, als ze met ze gaat liggen, dan is het ook niet meer leuk, toch? Het is een moeilijke. Nooit meer drugs of nooit meer seks? Nooit meer drugs, sowieso. Dat weet je meteen. Ja. Ja, ik zou ervan schrikken als je... Dat je ineens ook verslaafd bent. Ja. Je echt gelijk bellen van die instanties. Oh, dat is wat mis met die jongen. Ja. Nee, nooit meer drugs. Heb je liever een penis van 10 centimeter of een penis van 35 centimeter? Dan zou ik toch voor 10 gaan, denk ik. Wat was die andere? 35. Dat is echt net lang, hè? Dit is 10, denk ik. Ja, zoiets. Dat is wel echt een garnaal. Als het 35 is, zo. Ja, dat is langer dan een lineaal. Ja, dat is zo'n schoollineaal. Maar weet je hoeveel meisjes dan gaan krijgen die, dat het niet past? Ja, dus jij gaat dan voor de garnaal? Ja, zou ik toch voor 10 gaan. Voor de micropenis. Ja. Nou, dat waren de dilemma's. En dan nu het heerlijke moment voor jou. Ja. Jij mag onze vraag stellen. Ja. Hey, hoeveel bedpartners hebben jullie al gehad? Oh, moet ik even nadenken. Ik denk rond de 10. Misschien 9, misschien 11. Bij mij zijn ze wel op 2 handen te tellen. Ja? Ja. Nee, 3 handen. Ik zei eerst 2, maar als ik er nu over nadenk, zo 3. Ja? Ja. Zo? Nou, zo. Ja. Jezus, ben lekker dat bezig. Zo veel is. Nou, leuk. Dit was het. Ja, dit ja, was leuk, het. Gezellig. Je hebt het doorstaan, je hebt het overleefd. Yes. Alle seksvragen. Ja, ik vond het echt spannend hoor. Heel goed van je hoor. Ja. Nou, lekker open. Nou jongens, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En vergeet niet te commenten met wie jij de volgende keer in ons midden wil zien. Dankjewel voor het kijken en we zien je heel snel. Mwah. Doei.